Twee weken geleden kreeg hij de Blijvend Applausprijs. En afgelopen maandag werd hij 65 jaar. En dat werd onder andere gevierd met een heruitgave van de bundel. De cursus Omgaan met teleurstellingen gaat wederom niet door. Hier zijn er, jij zei 300.000 tegen mij, hè, verkocht. Ik dacht dat twee jaar geleden kreeg ik een gouden boek omdat er 300.000 exemplaren verkocht zijn. Ja. Ja, het zijn er inmiddels meer dan dubbele zelfs. Als je het leuk nieuws vindt. Even nagevraagd. Ja, dat is veel. Ja, ik weet niet wat mensen met dat boek doen. Kijk, als je, als je aardappels koopt, dan krijg je op een gegeven ogenblik een moment dat je zegt, ja, de aardappels zijn op. Ik moet wel nieuwe aardappels hebben. Het is net of mensen ook denken van, de cursus is op. Dus ik moet, ik hoor niet net uit je oortje, 900.000. 900.000 boeken verkocht. Waarom? Dit ligt met de dikke Wilmink naast mijn bed, bijvoorbeeld. Ja, maar, het raar is... Omdat je af en toe, als je je somber voelt of gewoon moeite hebt met opstaan, dan pak je even wat. En dan heb, ook al heb je het er drie keer gelezen. Het is een glimlach en kwiek, ga je de dag in. Nou, dankjewel, ja. Het raar is, er zijn zoveel exemplaren verkocht, terwijl ik nooit een boek geschreven heb. Dat is... Maar dit heb ik niet geschreven. Ik schrijf cabaretprogramma's, ik maak liedjes. En dit boek is een neerslag van die liedjes en van fragmenten uit die conferenties. Dus ik heb ze wel geredigeerd en in een andere volgorde gezet. Ja. En wat geschrapt. Maar ja, onderhand moet ik ook een keer een boek gaan schrijven. Als je al zo goed... Ja, wie weet. Wie weet. Hoe voel je? Prima. Heel goed. Ja. Het gaat goed met je, want dat vraag ik je. En dat durf ik je ook te vragen. Na de pauze, je programma uit 2007, toen was je ziek. Toen wist ook dat je ziek geworden was, chronisch. En toen had je het erover. En het leek mij heel authentiek dat je het gesprek met de dokter had. Ja, hoeveel tijd heb ik eigenlijk nog om te leven? Zullen we even naar kijken? Je hebt, zo zei de dokter, chronische lymfatische leukemie. Dat van het leuke wist ik wel. Maar dat ik dat andere ook in mijn hart wist ik eerlijk gezegd niet. Dus ik zei, dokter, ik weet niet eens wat het is. Ja, zei hij, het is kanker. Ik zei, wat raar, ik heb nooit kanker. Nee, zei hij, ja, nou wel. Het is bloedkanker, maar, zei de dokter, het is een milde vorm. Oh, gelukkig. Dus je gaat er niet door aan. Jawel, je gaat er wel door aan. Jawel, maar het geeft een goede kans op genezing. Nee, het is ongeneeslijk. Ja, dus het is zeg maar ongeneeslijk en je gaat er doorheen. Ja. Astma miltis. En dat was het wel. Het was wel mild. Ik zei, oh, gelukkig. Ik schrok al. Maar dokter, misschien een rare vraag, maar wat is er dan eigenlijk zo mild aan? Nou, zei hij, het kan nog wel een hele tijd duren voor het zover is. Oh, dus ik haal mijn pensioen wel. Nou ja, dat was nou ook weer niet de bedoeling. Nee. Het is toch gebeurd. Het is toch gebeurd. Dus voor mij is pensioen 65. Dus ja, dat verandert allemaal. Maar bij 65 trek je van Drees. Het is toch wel heel bijzonder. En er zijn twee oorzaken dat ik hier toch 65 geworden ben. Dat is... In eerste plaats komt dat door de medische wetenschap, waar ik een hele diepe buiging voor maak. Die onderzoekers werken echt keihard. En ze zitten voortdurend te zoeken naar een speld in de hooiberg. En die vinden ze ook geregeld. En ze zijn er nu in geslaagd om van een dodelijke ziekte, zoals het toen nog was, een chronische aandoening te maken, zoals het ook met AIDS gebeurd is. En ten tweede heb ik gewoon ontzettend veel mazzel, want het geldt niet voor iedereen. Ik ken ook iemand bijvoorbeeld die had jaren na mij CLL, zoals het heet. Die kreeg dezelfde medicijn als het medicijn dat mij nu op de been houdt. En die is juist aan de medicijn overleden. Zijn ziekte muteerde toen onmiddellijk en was hij met een paar weken dood. Dus het is een kwestie van overgeven en heel veel mazzel hebben. En een hele diepe buiging maken voor de medische wetenschap. En ik heb ook wel... Het maakt je ook wel nederig, want je denkt, waarom hebben die anderen niet die mazzel gehad? En jezelf wel.